De jeugd heeft de toekomst. Dat geldt zeker bij de KNAS. Vele kampioenen werden gehuldigd tijdens de jaarhuldiging. Wat ga je de komende jaar nog allemaal doen? Ja, ik hoop gewoon nog hetzelfde doorgaan. Alle kampioenen werden tijdens de avond in het auditorium van de Rabobank toegezongen. Voor Frank Schuttert was 2013 een goed jaar. Natuurlijk als hoogtepunt toch wel de Europese titel bij de jongrijders. Wat voor mij fantastisch was, ze gingen erheen als een van de favorieten. En omdat dat uiteindelijk ook gebeurde, dat was een geweldig gevoel. Ook voor de KNAS was 2013 succesvol. Tientallen medailles werden binnengehaald. Bij onder andere het relatief onbekende reining, dressuur en paradressuur en het mennen in de tweespan. Ook in de vierspan was er succes. Theo Timmerman haalde goud met het team en individueel op het EK in Isaak. Het was natuurlijk fantastisch. Twee weken ervoor hadden we natuurlijk het Nederlands kampioenschap gewonnen. We gingen met een heel goed gevoel naar Isaak toe. Nou ja, dat we dat hebben kunnen bewerkstelligen, ja, dat is alleen fantastisch. Wat betekent dat voor jou, dat je eerst met het team goud haalt en dan ook nog eens individueel? Met het team hebben we natuurlijk al de laatste jaren alle landenwedstrijden gewonnen. Dus dat was, ja... Maar individueel, dat is natuurlijk iets nieuws, dat is iets heel fantastisch. Ook Adelinde Cornelissen werd gehuldigd. Ze won met het team zilver en individueel twee bronzen medailles op het EK in Herning. En dat terwijl haar paard Parsifal nog maar 6 weken eerder werd geopereerd aan een hartritmestoornis. Ik kan natuurlijk alleen maar enorm blij zijn met hoe Parsifal het heeft gedaan. En ja, onwijs trots dat hij eigenlijk zo snel heeft gerevalideerd en dan... Eigenlijk zonder wedstrijdervaring, wedstrijdritme, zo die wedstrijdring binnenloopt en zich volgeeft. En dat is wel echt een gaaf gevoel. Voor 2014 zijn de verwachtingen bij alle ruiters weer hoog gespannen. Ik hoop in elk geval net zo te beginnen als vorig jaar in Amsterdam. Dat was eigenlijk voor mij heel onverwacht dat ik daar de grote prijs won. Ik kijk er al lang naar uit om op dit geweldige concours terug te komen. Dat toch voor mij eigenlijk het mooiste concours van Nederland is. We gaan alles op het EK, op het WK. We hebben de wereldbeker overgeslagen. Want ik denk, ik wou er toch een beetje plannen en ik wilde eigenlijk echt pieken en niet twee dingen half doen. Dus ik heb gezegd, ik laat de wereldbeker schieten. En we gaan deze winter lekker trainen en zorgen dat alles topfit aan de start komt voor het buitenseizoen. We gaan zeker ons uiterst best doen om het nog te optimaliseren. En proberen in Normandië ons best te doen om toch minimaal op het podium terecht te komen. Met het team denk ik dat we toch aardig sterk zijn. IJsbrand die denk ik dit jaar weer op sterkte is. En Koos ook. Dus ik denk dat wat dat betreft dat team dat wel goed zit. Maar als het individueel, dan gaan we toch zeker proberen het individueel op het podium terecht te komen. Dat het maar weer een mooi jaar mag worden.